Erik, kun jij de mensen vertellen wat jij zoal doet met dat inzicht? Of hoe je het wil noemen? Want je vindt het leuk om erover te praten. Je vindt het misschien ook ongemerkt toch leuk om mensen, zoekers, een stapje verder te helpen. Heb jij een eigen centrum? Geef je boeken uit? Geef je lezingen? Wat doe je? Ja. Geen centrum. Ik vind het leuk om eenmanszaak te blijven. Mm-hmm. Maar ik geef retraiteprogramma's een aantal keren per jaar. Meestal in de Ardennen of zo, ook in Frankrijk. Mm-hmm. Ik geef dagprogramma's. Middagprogramma's, ook zo van 1 tot 5. Mm-hmm. En gewoon interactieve lezingen 's avonds. Dat zijn allemaal de ruggengraat van al die bijeenkomsten, dat zijn dialogen. Ja, vragen stellen. Vragen. En mensen komen met dilemma's die ze in hun leven hebben over mm-hmm. relaties, over angst om de controle te verliezen, over geld, over zekerheden, et cetera. En ja, wat ik eigenlijk doe is, ik leg de mechanismen bloot die maken dat, hè, dat we zo in het hoofd blijven ratelen. Mm-hmm. Het is allemaal gebaseerd op ideeën, angstverhalen, et cetera. En op het moment dat die worden doorzien, valt dat geratel, valt stil, komt tot rust. En je zou kunnen zeggen, mensen zakken in hun natuurlijke staat. En dat is niks hocus pocus of spiritueels of zo, maar het is eigenlijk simpelweg die staat waarin je een moment bent. Zijn. Ja. Je aandacht is vrij. Ja. Is hier. Zoals ik nou met jou zit te praten. Ik ben niet bezig met, oh, morgen moet nog dit. Mijn boodschappen moet ik nog doen. Ja. En nog gisteren, weet je. Nee. Het is gewoon aanwezigheid hier. Weer, weet je, dat moment van vlak nadat je wakker wordt, even niks. Dat is heel aangenaam. Ja. Je zou het geluk kunnen noemen. Dus je eerste gegeven is je basisconditie. Vrede, geluk, rust. Exact. En dan springt het ikje op het toneel. Schreeuwen. Er moet weer van alles. Ja. En dan ben je uit het paradijs gestapt, zou je kunnen zeggen. Ja. Dus het is, dat is mijn grootste plezier op de een of andere manier. Ja. Om dat duidelijk te maken. En doe je dat, hoe vaak per jaar doe je dat? Zo'n beetje elke week heb ik wel ergens. Ik heb nou een druk programma, omdat mijn boek uitkomt in oktober. Oké, hoe heet het boek? De ontdekking van het nu. Hoe anders? Ja, natuurlijk. Mooi. Ja. Oh, mooi. En via welke uitgeverij? Ank Hermes is de uitgever. Ja, is ook uitgever van Eckhart Tolle. Ja, ja. En dit valt samen met de Week van de Spiritualiteit, geloof ik? Ja, klopt. En ga je daar nog iets... Wat ga je doen om het boek nog te promoten? Ja, ik ben niet zo van de signeersessies. Nee, maar misschien een talk of zo. Ik ga wel wat meer toeren, zeg maar. Ja. Dus ik heb vrij veel bijeenkomsten gepland. Dus ik heb elke week ben ik wel ergens tussen Antwerpen en Groningen, zeg maar. Leuk. Ja, ja. En dat is ook echt wat je doet. Voor de rest drink je thee. Drink ik. Ja. En ook wel eens een lekker glas wijn. Prachtig. Of een gin tonic. Ja. Ja. Agenda staat op inzicht-nu.nl. Inzicht-nu.nl. Ja. En als mensen zelf mooie quotes hebben, kunnen ze die jou op de een of andere manier toesturen? Kan dat ook via de website? Of... Ja, dat kan altijd. Ja. Gewoon een mailtje naar info@inzicht-nu.nl. Ja. Er zitten echt mooie dingen tussen. Ik wil er nog even één of twee voorlezen, omdat ik ze zo mooi vind. Je beperkende overtuigingen zijn geen enkel probleem. Het probleem is dat je ze gelooft. Een hoop doet leven, zegt men. Maar is hoop niet de gerichtheid op een betere toekomst? Gevoed door verzet tegen het huidige moment. Is hopen dus feitelijk niet het leven vermijden? Ja, dit is een gevaarlijk onderwerp. Hoop. Omdat hoop ook op een voetstuk staat. Ja, ja. Hoop doet leven. Hoop is eeuwenlang van kansels gepredikt. Maar hoop op een betere toekomst. Exact, ja. Ja, dus maar die komt nooit. Die is er niet. Er is alleen maar dit. Dus de bottom line van hoop, dat is altijd, nu is het niet oké. Het moet anders. En nou ja... Het is kloten, maar dan heb ik nog die strohalm van hoop. Ja. Van oké, misschien dat het beter wordt, weet je. Terwijl... Het is al goed. Dit is alles wat er is. En als je hier de strijd mee aangaat, dan leid je. Zo simpel is het. Ja. Nog even afsluiten met één mooie quote van inzicht-nu.nl. De menselijke geest is verslaafd aan controle. Zelfs het loslaten van controle... probeert hij onder controle te krijgen.
Ja. Ja. Dit is de grote valkuil voor iedereen die zoeker is, zoeker, zeg maar. Ja. Want ergens voelen we intuïtief aan van ja, het zit in die richting van de controle loslaten. We weten het gewoon. Intuïtief voelen we dat aan. Maar hoe kom ik er vanaf? Hoe doe ik dat? Dus onmiddellijk komt de hoekvraag. Ja. En dat is dus tricky. Het gaat niet om dat, want dan zou ik je een techniek kunnen geven en dan een tijdsplan uitstippelen en dan je vorderingen kunnen meten en kunnen vergelijken met de vorderingen van anderen. Weet je wel, dan krijg je dat klassieke spel weer. Maar het stoppen met... Het gaat erom, simpelweg, om te zien dat juist die controlezucht, dat is het enige probleem. Die neiging om alles in de klauwen te willen houden. En het niet vertrouwen dat je ook zonder kan. Ja, dus om dan toch nog een beetje op die hoe-vraag een antwoord te kunnen geven. Je moet het op het moment dat je